Bij de vierde poging lukte het Rijkswaterstaat halverwege de middag eindelijk om het schip los te trekken van de stuw. Vorige week zaterdag begonnen de problemen nadat het schip tegen de stuw in Borgharen was geknald. Het schip zonk en blokkeerde de stuw. Daardoor daalde het waterpeil in de Maas bij Maastricht snel. Drie schepen in de stad kwamen daardoor tegen de kademuur aan te hangen. Er bestond bij die kade in Maastricht een gevaarlijke situatie. Die werd daarop dan ook afgesloten. En ook op andere plekken in de Maas was de waterstand laag, zelfs historisch laag, zoals bij het provinciehuis. Nu het schip is losgetrokken, kan Rijkswaterstaat de stuw inspecteren en de waterstanden weer omhoog proberen te brengen, zodat schepen geen last meer hebben van de lage waterstand. We hebben nu op dit moment de stuwdeur gedicht. Dat kon gelukkig. We moesten ook maar even afwachten of dat kon natuurlijk. Want een zwaar schip wat daar tegenaan botst, het is altijd maar even afwachten hoe zo'n stuw er vanaf komt. En als we de stuw weer gewoon weer kunnen gebruiken, kunnen we dus ook het waterpeil weer wat laten stijgen.